Kees van Loek TV, goedemiddag. U ziet het op de achtergrond. We zijn aan het water beland en binnen komt de eerste fluisterboot. Nou, we zijn heel benieuwd natuurlijk hoe het de mensen is vergaan die vandaag die proefvaart hebben gemaakt. U ziet ze op het ogenblik aan de achterkant van ons afmeren. Nou, zo te horen is de stemming er wel redelijk in. We gaan het zo meteen even aan de mensen vragen. Meneer, hoe is het bevallen op de fluisterboot? Hartstikke leuk. Ja, wat was het leukste ervan? Ja, gezellig. Ook af en toe met de mensen, erg leuk. Mooie dingen gezien? Leuke dingetjes allemaal. Meneer, hoe vond u het op de fluisterboot? Ik vond het hartstikke leuk. Ja? Wat vond u het allerleukste wat u gezien heeft? Dat is een goede vraag. Nou, de historische pan in Schiedam. Ja. Hoe lang heeft het geduurd? Anderhalf uur ongeveer. Viel dat u mee? Ja. Ja, je bent geboeid. Dus. Wat vond u mooi? De oudheid ervan, hè? Daar heb je geen idee van. Die je anders nooit ziet. Zoals? Nou, die panden langs de Nieuwe Haven bijvoorbeeld, de geveltjes aan de achterkant van de Tuinlaan. Toch een beetje trots gevoel op Schiedam nu? Ja, ik ben zeker. Geen Schiedammer, maar toch. Mevrouw, goedemiddag. Hoe vond u het op de fluisterboot? Prachtig. Voor herhaling vatbaar. Wat vond u het mooiste wat u gezien had? Ja, alles. Eigenlijk. Voor herhaling vatbaar, zei u. Als de verlichting brandt, ga ik s'avonds met mijn kleinkinderen. Veel plezier dan. Dank u wel. Wat doet je vader? Die is deeltijd schipper op deze Schiedamse rondvaartboot. Dat is mooi, hè? Een dochter die trots op u is. Kijk, dat had ik zelf ook niet verwacht dat het zo leuk zou zijn. Ik bedoel, het was voor mij ook de eerste reis, maar het magnifiek. Wat heeft u precies vandaag gedaan aan boord? Dit is de tweede rondvaart die we gedaan hebben. En ja, een beetje scheepsonderhoud doen we 's morgens. Een beetje schoonmaken, dat de passagiers op schone banken kunnen zitten. En dan zijn we twee keer Schiedam rond geweest. Mooi stukje Schiedam promotie. Heel mooi stukje Schiedam. Ik had het zelf nooit verwacht dat het vanaf het water zo mooi is. Thank you.
Zo, kijkers, dat was een heerlijke rondvaart hier vanmiddag over de Schiedamse wateren en grachten met de fluisterboot. Naast mij zit de leading lady, de gastvrouw aan boord, dat is Nel. Nel, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben vandaag drie rondvaarten gedaan. Hoe is het je afgegaan? Niet slecht. Ik heb goede geluiden vernomen van de mensen. Mensen zijn zeer tevreden, heb ik het idee. Hoe heb je eigenlijk op voorbereid? Had je al een hoop kennis van wat we te zien hadden onderweg? Ik woon 21 jaar in de gemeente Schiedam en ik bezit zelf een aantal monumentale panden. Met name restauratie aan monumentale panden. En daar heb ik wel, mag ik wel zeggen, behoorlijk verstand van. Ja. Wat denk je dat mensen vooral willen horen onderweg? Wat mensen onderweg willen horen? Ze zijn zeer geïnteresseerd in het oude, zoals veel mensen. We leven natuurlijk in een wat nieuwere tijd, de 21ste eeuw. Mensen willen wel de faciliteit uit de 21ste eeuw hebben, maar ze willen het nostalgische uit oudere tijden. Dat willen mensen proeven, genieten. En een stukje van de gids horen, heb ik vernomen. Dat vinden ze zeer leuk. Je hebt de eerste reacties van de eerste proefvaart achter de rug. Wat is je oordeel? Mensen enthousiast? Zeer enthousiast. Zeer enthousiast. Mensen willen ook terugkomen. Er waren een paar kleine geluiden omdat de microfoon jammer genoeg niet werkte. Dus ik moest het met mijn eigen
stem doen. En Schiedam heeft zich waargemaakt met de fluisterboot, want het is inderdaad een fluisterboot. Dan komt er nog een klein extraatje aan, want het blijkt dadelijk ook mogelijk te zijn om 's avonds een keer zo'n tocht te doen. Dan is er wat verlicht. Ja. Heb je daar zelf al een indruk van gehad? Ik heb er nog geen indruk van, maar ik ken natuurlijk Amsterdam. Wie kent Amsterdam niet? En als dat 's avonds verlicht is, is dat natuurlijk een trekpleister van de eerste rangorde. Dat is natuurlijk uniek. Zo, kijkers, we hebben de eerste proefvaart meegemaakt van deze fluistertocht. Het is een verschrikkelijke leuke ervaring. Wat ons vooral opgevallen is, is dat het veel langer duurt dan u in eerste instantie zou denken. Maar we kunnen daar wel heel veel over praten. U moet dat gewoon zelf een keer meemaken en ervaren. Dit was Loek TV Schiedam. Graag tot de volgende keer.